zet je. Zo. Ik heb nog wel thee meegenomen. Oh ja. Ja. Dan moeten we met een grote boog omheen heen, dan zijn we met z'n drieën. Maar hij is geen vriend van ons, dus dat is oké. Moet ik de fiets even... Nee, joh, het lukt wel. Oh, okay. Niet te dichtbij, want we zijn een groep. Ja. Wij werden er net op aangesproken dat we met z'n vieren waren. Ja, ja, je mag alleen met z'n tweeën, meer dan dat is een groep. En dat mag niet. Ik ben helemaal niet aan het filmen, joh. Het verkeerde knopje. Oh, ga je verslaan. De burger is in lust. Ja. Grote demonstratie bezig hier. Ja, busje ook. Al die zijstraten. Ja, ja, want daarom wist ik dat ik er was. Want ik zag daar twee busjes staan. Ik was hier op zoek naar het park. Ik dacht, oh, daar staan twee busjes. Ja. Daar zat het, hè. Ik hoop dat die dieren wel allemaal afstand van elkaar nemen ook. Ja, anders worden ze ingeënt. Ja, gedwongen inrennen. Ik las al een politie met hond. Dat ze honden en katten ook al willen. Ook even inrennen. Filmen, dat de politie met honden hier staat. Gezellig. Ja, dit is goed, man. We zijn vorige week met mijn man naar het museumplein geweest. Oh ja. Waanzin. Ja. Ja. Waanzin in de politie ook. Ja, hè? Ja, ja, maar dat zie je hier toch ook. Ja. Dit is toch gewoon uitlok als je iedereen aanspreekt van wat doe je hier, waar kom je vandaan, wat heb je hier te zoeken. Ja. En het is een openbaar park. Krijg je een boete, weet je. Ja. Hallo. En zat er daar ook een politieagent met hond, hè? Ja, dat hond zo. Ja. Ja, ja, dat vind ik zo fout, dat je honden gebruikt daarvoor. Ja, ja, maar ik ben ook een hondenliefhebber en ik vind het heel fout dat je honden gebruikt voor dat soort zaken. Dat hoor je helemaal niet te doen. Je hoort niet honden tegen mensen op te zetten, vind ik. En die arme hond heeft ook geen, die wordt getrapt aan alle kanten. Ja, het centrum. Ah, oké. Oh ja, ik woon Leidsche Rijn. Oh ja. Zij Lombok. Ja, en fietsen. Ja, ik moest toch even naar de Albert Heijn XL, dus. Ja. Oh, ja, had ik een excuus om te fietsen. Goed zo. Okay. Hey, fijne dag. Ja. Hij gaat nou die kant op. Hij gaat daar een demonstrant bezoeken. Met zijn hond. Ik ga hem maar even laten proeven. Ja. Ik had geen... Ja. Zijn hond. Even lopen de andere kant op. Ja, dan gaan ze ons omsingelen, denk je? Ja. Voor het geval dat wij gaan... We springen daar over het hekje heen en dan... ja, ze lopen alle kanten. We zeggen gewoon, ja, wij zijn aan het demonstreren tegen de kou. Wij weigeren ons neer te leggen bij de kou. Waarom gaan we hier buiten zitten? Nou, dit is misschien geen... misschien ook net privéterrein, of niet? Ja, ik denk, dit is een... dit is dan weer niet een park. Kan je nou nog als excuus gebruiken, toch? Oh, je dop. Heb je maar. Hij is leeg, ja. Ga je er mee? Ik heb er een foto van maken. Ja. Ja, maar dan staat een foto van mijn idee. Ja,
ik wil niet flauw doen, maar ze zeggen altijd dat officieel niet, hè? Dat je heel voorzichtig moet zijn met de foto maken. Ja, het mag wel openbare straat, dat is wat je van foto's maken. Als je iets koopt, dus ook, moet je altijd... Wat is uw adres, mevrouw? Ja, nee, dat klopt. Surabaya-straat. Ik zou het ook inderdaad niet aan ieder zo even laten zien. Sorry? Elf pies. Alleen ik doe het voor mijn werk. Dus ja, dan maar ja, foto maken. Ik denk, ja. En hoe heet uw ouders? Hoe heten mijn ouders? Mijn ouders zijn overleden. Oké, maar hoe heet uw ouders? Willem en Gerritje. Ja. Ze zijn overleden in 1972 en in 1992. Is het lang genoeg geleden? Sorry? Is het aardig lang geleden? Ja, is lang geleden inderdaad, ja. Waarom vraag je dat van mij en niet van de anderen? Nou, omdat u geen informatiebewijs heeft. En u heeft blijkbaar ook geen rijbewijs. Dus ik kan geen foto controleren op ons systeem. Er zit er een foto Maar dat is geen officieel document, mevrouw. Nee, maar er zit er een foto op met mijn naam. Dit kunt u gewoon zelf een foto op plakken via de NS. Nou nee, dat is een gedigitaliseerde foto. Ja, dat begrijp ik. Maar goed, ik kan ook mijn eigen foto erop plakken en met uw naam erop. Dat kan. Het is geen officieel document. Ja, maar dat kan, zou je ook met een identiteitsbewijs dan kunnen doen. Nou, die discussie ga ik niet met u aan. Dat lijkt mij. Dus vandaar dat ik even wat controlevragen stel. Ja. Kun jij de map zetten? Sorry? Ja. Zet geen... Ja. En hoe lang gaan jullie die informatie bewaren op je telefoon? Hoe lang wordt dat bewaard, die informatie? Ja, alleen vandaag hoor. Op jullie telefoon? Ja. En dan moeten wij dan maar op vertrouwen dat gebeurt. Oké. Okay. Heb je een vrouw gekocht? Met deze dame ook, dacht ik dat die had. Nee, ik heb een meisje van de Mag ik mezelf vast blijven? Ja, nee, ik ga hem even van u overnemen. Oh ja, maar ik heb die niet af mag geven. Ja. U bent er zelfs verplicht achter geweest. Ja, helemaal super. Dus bij deze dan het verzoek om het park te laten, verlaten. En mochten jullie wederom in het park gecontroleerd worden door collega's, dat is dus nu bekend, dat delen we met die gegevens eventjes, dan wordt u aangehouden. Ja. Mogen wij van u ook uw naam weten? En wat gebeurt er dan als ik daar ga? Dan zal u naar het bureau moeten. Oh, dan moeten we het weer. Ja, dat gaat niet gebeuren, maar lijkt me nou. Nee, zeker niet hoor, maar dat is ook helemaal niet noodzakelijk. Maar dan eventjes, we leggen alleen even uit hoe het van de zaak is. Het verbaast ons wel dat het verboden terrein is trouwens, want dat wisten we helemaal niet. Waarom is dat? Hoe moet u dat eigenlijk weten, Nou, dat komen we dus u melden nu. Ja. Vandaar. Dus ja, u mag ons volgaan. Toch? Nou, dat wordt weer een leuke YouTube. Dat wordt weer een leuke YouTube. Welkom. Om even die schermen, want die hebben hun dan ook echt hier neergezet gewoon dan, hè? Ik heb deze kant het beste uiteraard, hoor. Dat is ook het enige kant waar we op uit kunnen. Nou, ik wens u nog een hele prettige dag. Hetzelfde.